Watersnood door kinderogen is een project waarin we eigenlijk de verhalen van de kinderen van toen uit 1953 willen verzamelen. We hebben heel veel verhalen die verteld zijn gelijk na de ramp opgetekend. Maar wat we zien is dat dat vaak de hele erge verhalen zijn. Waarin mensen overleden zijn, verdronken zijn, waarin boerderijen weggespoeld zijn. Maar daarnaast zijn er ook de gewone verhalen. Alleen wat we zien dat er een enorme schroom is waarin mensen die verhalen vertellen. Mensen zeggen soms ook, na de ramp als je bij elkaar in de klas zat, je had het er niet over, want je wist allemaal dat je iets ergs had meegemaakt. Alleen, al die verhalen, bijvoorbeeld hoe het was om samen te leven met twee gezinnen in één huis, die verhalen vertellen ook een stukje geschiedenis. Zondag was het. Mijn vader had de twee koeien al gemolken. Toen moesten we naar boven en mochten we door het raam van de zolder kijken over de dijk. Kijk, als je dit nou voorstelt, dat het water tot aan de kruin van de weg staat. Ja, dat is gigantisch, dat is gewoon een zee. Je wist nog niet van slachtoffers. En ja, je vond het wel spannend, want ja, je ouders waren natuurlijk ook bedrukt. Wat we ons goed realiseren is met de huidige discussie over de klimaatverandering, dat Flakkee, dat impact kan hebben voor Flakkee. Het belang van onze dijken, wat destijds in 1953 niet altijd goed werd ingezien, dat moet nu vooraan staan. En daarom zijn we ook zo blij dat scholieren meedoen en ons helpen met het verzamelen van die verhalen. Want die scholieren, die jongere generatie, dat zijn de erfgoeddragers voor de toekomst. Bij ons in Den Bommel kom je heel veel tegen over de watersnoodramp. En dan zie je toch wel dat de kinderen van jouw leeftijd, die hebben dat ook meegemaakt. Wat zou ik dan nu doen als het nu bij ons gebeurt? Als je dan op het dorp kwam, ja, dan lag het allemaal vol met brakhouten, huizen gedeeltelijk kapot. Dan op een oude deur of zo ook wat met water, wat varen en wat spelen. En mensen vinden het toch fijn dat het opgetekend wordt, dat het naar een streekarchief gaat en dat hun verhaal een functie heeft. Stel nu dat wij de erfgoedparel zouden winnen, zou het heel mooi zijn als deze prijs te goede zou kunnen komen aan de vrijwilligers. Want op hen leunt en steunt het hele project.